We maken een wandrekje met paardenteugels. Dan willen wij graag dat ons plank een beetje een verouderde look heeft. Dus we gaan de plank bewerken. Ga uw gang. Dus je mept daarop, totdat je voldaan bent. Go. Ja, als je een beetje gefrustreerd bent, een ideale DIY. Je kunt je afreageren en iedereen vindt dat heel normaal. Want je hebt tenslotte een plank dat je moet verouderen. Ik heb er resultaat van. Ja, ook nog. Dan gaan we de plank schilderen. Voilà, een schoon laagje zwarte verf erover. Zo. Dan met de borstel even in de oneffenheden doppen, dat die ook goed geverfd zijn. Voilà. En voor een meer verweerd effect wrijven we nog eens over de verf, nog voordat ze droog is. Zo doen we de hele plank, zijkanten rondom rond en achterkant. Voilà, onze plank is geverfd en is droog. We hebben van de teugels mooie lussen gemaakt, waar de legger mooi in kan rusten en waar we met de bovenkant tegen de muur aan werken. En om het legplankje stevig te bevestigen, slagen we er langs de zijkant nog verzinkte daknagels. En die bevestigen we hier door het leder en door de plank aan de zijkant in. In dit geval hebben wij gekozen voor paardenteugels. Maar dat kunnen ook broeksriemen zijn. Of als je een hond hebt, van die hondenriemen. En voilà. Een wandrek.